Heel hartelijk welkom allemaal bij dit ontzettend feestelijke moment waarop we stilstaan bij een gezegende leeftijd van dit fort, maar liefst 150 jaar. Wat we ook op een bijzondere manier luisteren. Ja, wat ik al zei, we zijn bij elkaar voor een heel feestelijk moment, het 150-jarig bestaan van dit fort. Wat we op een bijzondere manier luister bijzetten door de onthulling van een schilderij, gemaakt door Joes Wanders, die hier aanwezig is samen met zijn familie. Van harte welkom. Heel hartelijk welkom onze gedeputeerde van de provincie Gelderland, Helga Witjes, die in haar rol als wethouder zoveel voor ons betekend heeft. Heel fijn dat je zo betrokken blijft, Helga. Welkom ook onze burgemeester, Nelly Kallus. De wethouder die onlangs, even kijken waar Aart Slob zit, ja, daar onze mooie icoon in zijn portefeuille heeft gekregen. Volgens mij is jullie zomerreces net begonnen. Het is heel fijn dat jullie de vakantie hier bij ons willen aftrappen. Ook welkom Martin Hermans van het waterschap Rivierenland. En ik wil eigenlijk ook heel hartelijk welkom heten al diegenen die in het verleden hebben bij de Koninklijke Marine. En die reeds eerder ons de nodige schenkingen hebben gedaan, waarmee we onze collectie zo mooi hebben kunnen opbouwen. We zijn wel echt bijzonder vereerd dat wij dit schilderij in ontvangst mogen nemen. Het is mogelijk gemaakt voor een belangrijk deel door de oud-marineofficier Johan Kouw, die helaas vandaag niet aanwezig is. Maar hij heeft ons voor een belangrijk deel de inkomsten uit de zogenoemde marinekalender die elk jaar verschijnt geschonken. En de gemeente, heel hartelijk dank, burgemeester, heeft de rest van de kosten voor zijn rekening genomen. En daarmee kon dit prachtige schilderij gemaakt worden die wij aan onze collectie kunnen gaan toevoegen. Dat is fantastisch. Oké, het volgende. Sint-Tenderen, Hongarije. Mijn schilderij hangt aan de muur ingelijst. Bank is klaar, ik kijk ernaar. Maar ik mis iets. Ik weet niet wat. Fijn. Ik kreeg van Johannes Kouw, wat al gezegd is, de opdracht om een schilderij te maken. De eerste dag van de oorlog. Dat de Duitsers hier binnenvielen. En boven Fort Pannerden rondcirkelde met vliegtuigen. En dat naar aanleiding van 150 jaar bestaan van het fort. Ik heb die opdracht met veel plezier aanvaard en ben aan de slag. Ik hoop dat het een goede plek krijgt. Zeker. In het museum. En dat het in ieder geval een aanvulling is. Nou, dat zal het wel zijn. Er zijn verschillende alternatieve plekken, dus we gaan dat nog even heel goed bekijken nu we hem ook hebben. En dan kan je veel beter invoelen van waar hij op de beste plek hangt. Okay. Maar wees ervan overtuigd dat hij een briljante plek krijgt, waar hij heel goed te zien zou zijn. Prachtig. Absoluut. Heel erg bedankt. Media.